Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag doe ik een solo playthrough van It's a Wonderful World. En ik heb gekozen voor het Azteken Empire. Niet dat het ertoe doet, want ik moet met de B-kant spelen en niet bij iedere natie of bij iedere imperium hetzelfde. Goed, 8 hoopjes. Ik pak er eentje en laat hem meteen van start gaan. Moest je niet weten hoe het werkt, ik ga proberen aldoende een beetje uit te leggen. Dus deze 5 kaarten zijn ter beschikking van mij. En ik moet nu beslissen welke van deze kaarten ik in de aanbouw wil doen. Dus die ik wil gaan maken. En het maken is met behulp van deze blokjes hier moet ik dit allemaal betalen. En de andere optie is dat ik het ga recycleren. En dan krijg ik de blokjes die hierop staan. Dus in dit geval een groen blokje. En dat kan ik dan gebruiken om mijn gebouwen in aanbouw te maken. Laten we eens kijken. Wat willen we doen? Ik produceer sowieso 2 grijze blokjes, een zwart en een groen. En daar kan nog van alles bij komen. Maar daar ga ik zeker rekening mee willen houden. Die 2 grijze zou ik bijvoorbeeld kunnen gebruiken om deze recyclingplant te kunnen bouwen meteen. Dus dat is handig, maar sowieso gaat die pas vanaf de volgende ronde in gang, want dan krijg ik ook grijze blokjes. Dus interessanter is misschien om zoiets te maken waarbij ik groene blokjes krijg. Extra groene blokjes, kei handig. Of in dit geval een zwart en een geel blokje, ook altijd handig. Dus dat is natuurlijk de vraag. Laat ik een keuze maken. Ik ga dit keer gaan voor de groene blokjes. Dus ik wil deze bouwen. Dan moet ik 3 grijze en een zwart blokje. Ja, ze staan ook allemaal voor iets. Hè, voor wat is het? Energie, technologie, wetenschappen en een aantal dingen. Ik spreek over gekleurde blokjes. Het thema doet er niet toe voor mij. Als ik eenmaal groene blokjes heb, kan ik dit climate control kan ik ook proberen te bouwen. En wat ik met de rest doe, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Recycling plant ga ik gebruiken voor een extra grijs blokje. Dus dat is handig. En dan heb ik deze 2 nog. Ik zou kunnen zeggen, ik ga ze bouwen of recycleren of zo. Maar ik denk dat ik de extra move kan doen die je niet tijdens het basisspel kan doen. En als 2 kaarten opofferen om 5 kaarten te trekken. Zo het gewoon meteen doen. 3, 4, 5. En hiervan mag je dan eentje houden. Eens kijken, wat lijkt me het meest interessant? Een zeppelin voor 1 blauw blokje. Center of the Earth is veel punten waard. 15 punten, maar ik moet er ook heel wat voor hebben en afgeven in dit geval ook punten. Ja, hier krijg ik 3 punten per groene kaart. Als ik toch groen ga produceren, is deze wel interessant om ook te bouwen. En nog een recycling plant. Ik denk dat ik ga proberen deze te bouwen. Ja, Universal Exposition. Dus die andere 4 gaan weg. Ik zou dat nu nog eens kunnen doen. 2 kaarten afgeven en nog eens 5 kaarten rapen en eentje kiezen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan deze dus gebruiken. Recycleren voor een grijs blokje. Moet ik meteen ergens opleggen. Dus dat gaan we hier opleggen. En dan ga ik deze. Ga ik op termijn ben ik die van plan om te bouwen. We zullen zien of dat lukt. Goed. Nu is er nog niet meteen een productiefase. Eerst moet ik nog een tweede hoopje doen. En dan pas is deze ronde gedaan. Dus eigenlijk kan nog van alles gebeuren. Laten we eens kijken wat ik hier trek. Ook groene kaarten. Interessant, interessant. Ja. Wat hebben we hier allemaal? Want dit zijn groene kaarten die zorgen voor grijze kaarten. Dus dat gaat een beetje, gaat misschien niet helemaal werken. Dit is dezelfde, dus die hoef ik al niet te bouwen. Maar dan krijg ik een groen blokje. En wat ga ik met dat groene blokje doen? Meteen robotic animals bouwen. Lijkt me leuk. Lijkt me leuk. Deze lijkt me ook wel leuk om te bouwen. Ik krijg 3 zwarte blokjes. Dat is ook heel sterk. Ja. Dus ik denk robotic animals wil ik bouwen. Dat ga ik kunnen doen. Want ik heb hier een zwart blokje nodig. Dus hier heb ik een zwart blokje, maar daarom heb ik ook een zwart blokje nodig. Dus ik ga waarschijnlijk mijn windturbines afgeven om een zwart blokje te krijgen. Voilà, dan leg ik hierop.
En dan. Deze wil ik ook wel bouwen. Die gaat deze ronde niet lukken, maar wil ik wel bouwen. En dan deze moet ik voor het groene blokje. Moet ik nog niet afstaan, maar ga ik wel afstaan, denk ik. Ja, ik ga niet zo geen twee bouwen, denk ik. Dus die gaan we afstaan voor een groen blokje. Komt hier op te liggen. Of daar, maakt niet uit. En Bionic Grafts, dat geeft me een grijs blokje. Zou ik op mijn Nuclear Plant kunnen leggen. Maar dat gaat nooit afgeraken deze ronde. En ik zou het ook gewoon kunnen gebruiken om te bouwen. Ja, ik denk dat ik deze... Ik ga zoveel mogelijk groene kaarten bouwen, want die leveren me 3 punten op. Dat is het idee. Dus dat is nog allemaal binnen beeld, dat is perfect. En dat was dus mijn eerste ronde. Nu komt de productiefase. Nu gaan we van links naar rechts, gaan we ze allemaal afgaan en kijken wat ik produceer. Grijze blokjes, daar begint het mee. Ik produceer 2 grijze blokjes. Die moet ik dus meteen op een kaart leggen. En als dat niet lukt, moet die hierop komen te liggen. Dan zullen we zelfs zien wat er dan gebeurt met die blokjes. Allicht, denk ik. Tenzij ik heel efficiënt speel. Deze is af. En die komt meteen hier te liggen. Die komt boven mijn imperium te liggen. De blokjes gaan weg. Zo. En vanaf nu produceer ik 2 extra groene blokjes. Woehoe. Maar eerst moet ik de zwarte productiefase, want we gaan van links naar rechts. Zwart produceer ik 1 blokje. En dat zwarte blokje, dat gingen we hier op Robotic Animals leggen. Oké. Zijn jullie nog mee? Dan, de groene fase. Ik produceer 3 groene blokjes. Eentje ga ik hierop leggen. En ik denk eentje op de Nuclear Plant. En eentje... Climate Control. Ja. Gele en blauwe blokjes maak ik nog niet aan. Dus daar gaan we nog mee wachten. Dus na 1 ronde heb ik 1 kaart gebouwd. Dat is niet goed. Dat is niet slecht. Dat is middelmatig eerder. Ja. Nee, ik heb 2 kaarten gebouwd. Oh, ho, ho. Ja, ik ben iets te verbaasd. Van deze kaart krijg ik een bonus. Dus een generaal is dat. Die mag ik op mijn kaartje leggen. En die gaat ook een grijs blokje produceren, maar pas vanaf de volgende grijze productiefase. Ik ga die hiernaast leggen. Oké. Dat was ronde 1. Ronde 2. Gaan we weer een hoopje pakken. Eens kijken wat dit geeft. Hola, hola. Weer al mooie groene kaarten zie ik. Even kijken. Ik produceer nu 3 grijze blokjes. Dat is nog niet genoeg voor mijn Nuclear Plant en die wil ik graag af hebben. En die zwarte blokjes kan ik misschien investeren in zoiets als dit. Maar voorlopig maak ik nog geen gele blokjes aan, dus dat is ook niet ideaal. Maar misschien wil ik dat wel gaan doen. Blauwe blokjes, dat is al helemaal onmogelijk. Maar als ik deze af zou maken, krijg ik 3 rode blokjes. Dat zijn de jokers. Deze moet ik ze 3 betalen. Dus die werken eigenlijk allemaal wel goed samen. Alleen heb ik geen gele en geen blauwe blokjes momenteel. Dus, hoe gaan we dat fixen hier? Dat wordt lastig. Hopen dat het zelfs komt. Ga ik hem proberen? Dat lijkt me heel moeilijk. De gele, 4 gele blokjes lijkt nog wel doen, maar dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blauwe blokjes. Daar moet ik echt nog wel iets voor vinden. Dat zijn veel punten. Ik ga proberen die allemaal te bouwen. Ze gaan buiten beeld liggen even, maar we gaan er zelfs wel op terugkomen. Deze 2 ga ik niet bouwen. Het blauwe blokje dat ik hiermee recycleer, dat ga ik meteen al op die blauwe kaart leggen. En hier een grijs blokje. Dat ga ik ook al meteen op mijn Nuclear Plant leggen. Zo. Oké, tweede hoopje moet veel goed inzitten. Eens kijken. Wat hebben we hier allemaal? Weer veel groene kaarten. Ik ben echt wel goed bezig door voor groen te gaan. Deze is super interessant, want hier kan ik 2 blauwe blokjes mee maken. Kost echter 2 gele blokjes. Dus, dat geel blokje heb ik nodig voor te recycleren. Dat lijkt me het beste, dat lijkt me aangewezen. De megadrill is misschien ook wel interessant voor productie.
dan een blauw blokje iedere ronde. Dus die wil ik misschien ook wel bouwen. En die andere twee, die ga ik denk omwisselen. Oké, deze levert wel twee van die financiers op. Of een groen blokje. Maar ik zou eigenlijk nog een geel blokje willen voor deze. Gaat dat lukken? Kans is reëel, maar... Ja, we gaan het proberen. Ik heb anders toch te veel groene kaarten die ik nog moet afmaken. Dus twee kaarten weg. En wat krijg ik? Krijg ik een geel blokje? Ja, dit is een geel blokje. Nog een geel blokje. Of wil ik één van deze bouwen? Deze produceert iedere ronde twee gele blokjes. Dat is ook handig. Dat is zeker ook handig. Ik kan niet alles bouwen natuurlijk. Dus... Ik denk toch dat ik gewoon dat gele blokje hier wil opleggen. Dat ik zodat ik blauwe blokjes begin te produceren. Ik denk dat dat het beste is wat ik kan doen op dit moment. Dus ik ga bijvoorbeeld deze kaart nemen. En dat gele blokje geef ik dan af voor te recycleren. En dan krijg ik een geel blokje en dat leg ik hierop. Want deze gaat naar de aanbouwplaats. En deze gele leg ik hier ook op. Deze twee gaan naar de aanbouwplaats. Ik ga even een aantal kaarten aan de kant schuiven. Ik heb wilde plannen zoals je ziet. Het probleem bij mij meestal bij dit spel is dat ik te veel dingen wil doen. En dat er uiteindelijk tijd tekort is, kaarten tekort om alles af te maken. Maar goed. Dat ronde 2 eigenlijk al. Hè. Dus nu moeten we aan de productie weer beginnen. We beginnen met de grijze blokjes. Dat zijn er 3. Die ging ik hier leggen op mijn nuclear plant. Dan is deze af. Voilà. Die komt dan. Ik leg meestal per kleur, dus dat vind ik vrij duidelijker dan. Zwarte productiefase. Produceer ik er nu 4. Daar heb ik nog niet zoveel om mee te doen. Maar ik heb wel genoeg dingen om ermee te doen. Dus hier kan ik er 2 opleggen. Perfect. En hier kan ik er 2 opleggen. Perfect. Zo, dan zijn... Nee, deze is nog niet af. Deze is wel af. Hoppakee, geel komt er nog bij. Of blauwe blokjes komen erbij. En dan hebben we de groene productiefase. 3 groene blokjes. Gaan we hier op climate control leggen of willen we nog wat meer grijze blokjes produceren? Ik denk wel dat we iedere ronde een geel blokje extra willen hebben. Plus dan hebben we veel zwarte blokjes potentieel. Oké, dan gele productiefase. Ondertussen produceer ik nog altijd geen geel, maar wel blauwe productiefase, 2 blauwe. Dus die komen er wel bij. En die leg ik op mijn Fountain of Youth. Youth. Ja, dat klinkt al beter. Oké, dat was ronde 2. Ronde 3 komt eraan. Eens kijken wat dat geeft. Goed, zwarte kaarten. Ik produceer 4 zwarte blokjes. En ik heb niet zo heel veel plaats. Oké, ik kan ze hierop leggen, maar verder heb ik niet zoveel plaats om ze op te leggen. Dus die wil ik misschien wel maken. Zorgt voor extra blauw ook. Nooit slecht. Ik produceer 3 grijze. Als ik deze afmaak, nog een 4e. Als ik deze af... Nee. Als ik deze afmaak, ja. Daar ben ik nog lang niet, hè. Dus. Zwart blokje. Zwart blokje, oké. Wat gaan we hiermee doen? Ik denk dat ik ook wel wat wil ruilen. Ik moet mijn gele productie verhogen. En deze kan ik wel gebruiken daarvoor. Deze moet ik ook afmaken daarvoor. Dus ik denk dat ik enkel mijn Zeppelin en mijn offshore oil rig wil behouden. Ja. Dus die gaan we in de rij leggen. Dat is al lang niet meer zichtbaar, ik weet het. Ik ga misschien dit doel... Dat willen we uiteindelijk wel bouwen. En deze gele ga ik nog even aan de kant leggen, want geel heb ik nog niet. Maar dat is wel ons doel, denk daaraan. Die willen we bouwen. Zo. En deze 3 kaarten ga ik proberen te ruilen tegen interessantere kaarten. Of ik gebruik deze voor D. Deze hier. Dan is die meteen af. Dan heb ik een extra grijs blokje. Ja,
We gaan eerst deze twee dus wisselen. Twee gele kaarten weg. Eens kijken wat er in de plaats komt. Vijf kaarten. Oeh, allemaal grijze kaarten op het eerste zicht. En daar kunnen we een geel blokje mee maken. Maar we willen eigenlijk iets dat geel produceert, zoals deze kaart ook. Of iets dat groen produceert. Zoveel opties. Zoveel opties. Nee, ik wil eigenlijk iets wat hier groen heeft. Ja, deze misschien. Ja, ik denk dat we deze willen. Oké, andere gaan weg. Grijs en groen blokje ga ik recycleren. Hier komt een grijs op, dat is af. Hier komt een groen op, dat is af. Dan ben ik dus niet meer afhankelijk voor die af te maken van wat er zelfs komt. Geen bonussen echter, helaas. Deze gaan weg. En dan kunnen we alles terug in beeld krijgen, hoop ik. Oké. Deze vijf. Wat gaan we hiermee doen? Oh, ja. Icebreaker. Geel. Een gele voor iedere gele kaart. Dat is interessant. Alleen heb ik nog maar één gele kaart. Maar ik moet mijn productie aan gele blokjes wel opdrijven. Dus dat is misschien niet slecht. Wat kan ik met de rest doen? Een gravity inverter, maar ik moet dan wel meer... Ik moet echt meer groen beginnen te produceren. Plus, die scoort met 2 punten voor iedere gele kaart. Heb ik niet veel, dus dat is niet zo interessant. Icebreaker is wel interessant. Des te meer omdat ik... 1, 2, 3, 4, 5, 6 zwarte blokjes produceren. Ik heb er maar 2 nodig. Dus deze. Ik moet er 1 extra groen blokje aan afgeven. Dat kan ik wel maken. En deze wil ik wel maken. En die andere die gaan we omruilen. Wat heb ik nodig? Nog steeds gele blokjes. Welke twee wil ik eerst omruilen? Dat is een goede vraag. Hier staat wel een geel blokje op. Misschien moet ik die eerder daarvoor gebruiken. Ja, ik ga eerst omruilen. Ik ga die nog niet in aanbouw leggen. Ik ga deze twee wegdoen. Ja, en 5 nieuwe. 1, 2, 3, 4, 5. Oeh, dit is meer mijn ding. Ja, ja. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben, sowieso. De rest moet ik zelfs niet meer bekijken. Of ja, ik kijk het wel, maar... Dit is degene die ik moet hebben. 4 blauwe blokjes, ik produceer er 3 al. Dus als ik nog maar 1 blauw blokje geraak, dan produceert deze 3 gele. En dat is mooi, dat is heel mooi. En ik raak aan 1 blauw blokje als ik die zeppelin af heb, dus dat is perfect. Ja, wat doe ik dan met deze 2? Dat is nog een andere vraag. Ik denk dat ik het propagandacentrum wel wil bouwen. En de nuclear plant... Ik ga dat als zwart blokje gewoon gebruiken. Ik heb daar niet veel aan voor de rest. Dus dat gaan we op de Zeppelin, op de Casino, op de Icebreaker. Ik heb keuze zat hier eigenlijk. Op de Icebreaker ga ik het. Misschien eerst de Icebreaker afmaken. Ja. Productiefase. Oh, nu gaat er veel gebeuren. Ik hoop dat ik het nog allemaal in beeld krijg hier. Grijs. 1, 2, 3, 4. Dat is nog niet overdreven. Want als je 5 hebt, dan krijg je de bonus die hierboven staat. Dat heb ik nog niet bij grijs. Gaat misschien niet meer lang duren. Maar met grijs ging ik er dus 3 hierop leggen. En pas in ronde 3 moet ik mijn eerste blokje op mijn Imperium kaart leggen. Dat is goed. Je wilt er eigenlijk zo weinig mogelijk op leggen als het kan. Maar als je er 5 hebt in totaal, dan krijg je een rood blokje in de plaats. Dat is handig. Heb ik hier nodig, maar ga ik hier proberen te verkrijgen. Wordt wel lastig. Maar dat gaan we doen. Gaan we doen. Oké, grijze productiefase is gebeurd. Zwart 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus hier krijg ik wel de bonus. 6 zwarte blokjes. Dus dan krijg ik een generaal erbij. Ook goed. Ik ga ook nog wel moeten zorgen voor een financier. Of 2. 2 zwarte blokjes op de Zeppelin.
2 op de Icebreaker en 2 op het Casino. Zeppelin is af. Geen bonus. Ik ga deze even wat dichterbij leggen. De rest komt zelfs wel terug in beeld. En dan. Het zwaard heb ik gehad. Bonus heb ik genomen. Oké. Okay. Groene productiefase 1, 2, 3. Ja, dat moet ondertussen al wat meer zijn. Maar ik heb op dit moment niet zoveel groene kaarten. Wel hier de Icebreaker. En hier de Bionic Craft. Crafts. Oké. Okay. Als deze af is, krijg ik weer een bonus. Als die af is ook. En dan de gele fase. Deze is wel af nu. De Icebreaker. Die komt er dus mooi bij. Gele fase produceer ik nog. Ik produceer één geel blokje. Ja, oké. Okay. 1. Dat is beter dan geen. Wat gaan we hierop leggen? En dan de blauwe fase, dat is de interessante nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blauwe blokjes. 6 blauwe blokjes. Dan krijg je de bonus, dat is weer een generaal. Dus ik moet op een andere manier aan de financiers geraken. Misschien de grijze, door de grijze blokjes. 6, hier moet ik er dus nog 4 bij leggen. Daar ook, ik ga beginnen met er hier 4 op te leggen. Dus gewoon op de kaart leggen. Eentje hier en eentje daar. Deze twee zijn af. Ik krijg er wel niets meer van deze ronde. Helaas. Maar ja. Zo. En die gaan we... Ik ga hier bij geel leggen. Oké. Okay. Kijk, het gaat al steeds beter en beter. Alleen hebben we nu nog maar één ronde. En ik vrees dat ik mijn groene productie niet genoeg heb opgevoerd. Oké, okay, ja. So be it. Voorlaatste hoopje. Oké, okay, wat hebben we hier allemaal? Ik wil dat geel blokje misschien gebruiken. Ik wil dat propagandacentrum afkrijgen. Of ik wil liefst zelfs het casino afkrijgen. Vooraleer dat het zover is. Grijs. Ik produceer op dit moment 4 grijze blokjes. Als ik dit kan afmaken. Ja, nee, als ik dit kan afmaken. Extra groen blokje misschien. Misschien wil ik deze afmaken. Ja. Maar wat wil ik met deze doen dan? Daar ben ik niks mee, hè, met die twee. Die ga ik omwisselen. 2, 3, 4, 5. Hola pola, the treasure of the Templars. De schat van de Tempeliers. Komt te laat, megabom. Oké, okay, even kijken. Ik heb 3 productie aan groen. Om deze te voltooien, heb ik er nog 2 extra nodig. Om deze te voltooien, nog eens 3 extra. Dus ik kan maar beter deze afmaken, denk ik. Ik denk dat ik deze moet pakken. Ondanks alle andere interessante, aanlokkelijke dingetjes, moet ik deze pakken. En ik ga deze, en die misschien ook... Maar dan moet ik al 6 grijze produceren, dus dan heb ik deze ook nodig. Ja. Oké. Okay. Dus deze 3 gaan we maken. Virtual reality gaan we gewoon gebruiken voor een geel blokje te recycleren. En waar leggen we dat nu op? Dat is een belangrijke vraag. Hierop, propagandacentrum. Oké, okay, laatste kans hier. Wat moet ik hebben? Eventjes overlopen. Ik moet 2 grijze blokjes hebben. Dat zet alles in gang. Dan heb ik... Ja. 2 grijze blokjes. Dat moet ik hebben. En de rest komt vanzelf, hoop ik. Dat is al 1. Dat is 2, perfect. Een groen blokje, ook niet slecht. Een grijs blokje extra heb ik niet meer nodig. En dit. Deze kan ik wel proberen te bouwen, want ik heb genoeg zwarte blokjes. Misschien niet genoeg grijze dan. Maar deze twee moet ik voor grijze blokjes. Dat moet ik sowieso doen. Ja,
doe ik weg. Twee grijze blokjes hierop op mijn recycling plant. Dan is die af. Jij moet even weg. Dat kan wel gebeuren, dat je in de hoogte te veel gaat bouwen. Ik ben hier wel bij deze vergeten een financier te nemen. Dus ik heb al één financier. Ik zou er nog eentje moeten hebben als ik deze wil bouwen. Oké. En wat doe ik met deze drie laatste kaarten die ik nog heb? Deze. Ik moet 6 grijze blokjes hebben. Ik produceer er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is perfect. Dus ik kan deze op zich niet meer bouwen. Dus ik heb ook niet aan dat extra grijs blokje dan langs de andere kant. Dus ik zou die en die kunnen wegdoen. En hopen op iets beters. Ja, dat gaan we doen. 1, 2, 3, 4, 5. Eens kijken wat we hier nog hebben. Nu mag je er wel maar eentje van nemen natuurlijk. Ik denk deze wil hebben, dat gele blokje. Ja, dat wil ik wel hebben. Dat wil ik wel hebben. Dat gele blokje gaan we gebruiken. Oké, gele blokje en een groen blokje. Geel komt hier, dan is dat af. Groen. Ja, dit krijg ik toch niet meer af op tijd. Dat is wel 4 punten waard, dus dat is ook wel handig. Dus ik ga het hier op leggen. Deze is dus af. Dan krijg ik weer een generaal voor. En dan, eens kijken of mijn berekeningen kloppen. Ik ga deze even hier leggen, doet er niet toe. Grijze productie. 1, 2, 3, 4... Wacht, ik ben verkeerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Dan krijg ik mijn financier als bonus. 3 hierop. 3 hierop. Oké, dat extra grijze blokje van deze ga ik niet krijgen, maar dat is niet erg. Dan zwart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zwart. Oké. Dat zijn er al 6, 7, plus de bonus niet vergeten. En met die zwarte kan ik er hier slechts 3 gebruiken. De rest, die andere 4, komen hierop te liggen. Dus dan heb ik hier 5 blokjes liggen. En dat produceert dan een rood, meteen. Die rode die moet ik niet meteen inzetten. Die kan ik dus gebruiken voor hierop te leggen, als dat nodig moet zijn. Maar ik kan die ook als joker gebruiken. Deze twee zijn af. Ik kom hier, ik krijg nog 1 bonus generaal hiervoor. En bij de groene productiefase doen zij mee, dus dat is ideaal. Hè? Want nu heb ik productie aan groen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan mag ik weer eentje kiezen. En dit keer ga ik weer voor de financier. Hier moet ik er nog 4 voor hebben en daar nog 3. Dus ik kom 1 tekort. Ik zou mijn bonus daarvoor kunnen inzetten. Maar strikt genomen is dat niet nodig. Ik wil deze eigenlijk af hebben. Gaat me dat lukken? Wel, als dat lukt, dan lukt deze ook. Oké, deze twee groene blokjes zullen we toch maar hierop leggen. Want anders moet ik ze hierop leggen, dat wil ik ook niet. En dan, groene productiefase hebben we gehad, gele productiefase. 1, 2, dit is 1 voor iedere gele, 3, 4, 5, 6, 7. Daar krijg ik ook een bonus van. 3, 4, ja, 7. Een bonus is hier een financier. Dan ga ik er dus 3 hierop leggen. Komt perfect uit, jongens. En 4 hierop. Dat is dan ook gevuld. Hier moet ik nog wel 2 van die mannetjes opleggen. Dat hoeft niet meteen op het moment dat ik die krijg. Die kan ik er later opleggen. Maar dan zijn deze 2 af. Gaan we wel niet meteen produceren, maar deze produceert wel meteen terug in financier. Dat is de bonus, de eenmalige bonus. De andere gaan weg die ik heb opgelegd. Dus jammer van de extra blokjes, maar overschot aan blokjes is niets waard op het einde.
En dan, blauwe productie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus daar krijg ik nog eens een bonus van. Zo. Oké. 6. Hier komen er 3 op te liggen. De andere 3, daar ben ik niets meer mee. Ik ga naar daar. Dan is deze af. Krijg ik de bonus. Wacht, klopt het? Ja, klopt. 7 stuks liggen erop. Krijg ik de 3 rode als bonus. Die gebruik ik hiervoor. En die laatste rode die ik hier nog heb liggen, gebruik ik daarvoor. En dan kan ik mijn punten beginnen tellen, want alles is afgeraakt. Ik krijg hier nog een bonus van. Zo. En dat is perfecte efficiëntie, bijna. Okay, ik heb 3 blokjes over en ik had een rood blokje, maar dat heb ik ook kunnen gebruiken. Dus nu is het nog gewoon een kwestie van de punten te tellen. Neem even een boekje erbij. Wat maken we ervan? Eerst moet ik de x's tellen. Ik vind het zo gek dat het als eerste staat, want dat is eigenlijk het moeilijkste. Ik heb eigenlijk maar 2 x's, 3 x's. Oké. Okay. Eentje voor ieder financier die ik heb, dat zijn er 3. Eentje voor iedere generaal die ik heb, dat zijn er net iets meer dan 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat zijn al 11 punten. En 3 voor iedere groene, dat zijn er 12 in totaal. Dus 12 plus 11, dat is 23 punten. Dan voor de zwarte score ik geen punten. Dat staat altijd hier links als het punten zijn. Voor de groene score ik redelijk wat punten. 15, 19, 21, 23 opnieuw. Voor de gele 1, 2. En die andere zijn maal, dus die moet ik niet tellen. Voor de blauwe 3 punten. En die zijn sowieso nog allemaal 1 punt waard. Dus dat is nog eens 3 en wat was het? 8 zeker. Dus dat is samen 11. In totaal heb ik dan een score van 40, 46. Plus 2 is 48, 51, 54, plus 8 is 62. Is het goed? Dan moeten we het boekje er even bij halen op de voorlaatste pagina. 62 is net iets beter dan een dictator, dat is een imperator. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het is beter dan, wow, het is net iets beter dan een beginner. Een goed begin, men is in staat om een land ter grootte van een kleine stad te regeren. Ben ik hier wel tevreden mee? Het leek eigenlijk een goed geoliede machine te worden. Alleen heb ik te weinig kaarten genomen die punten waard zijn echt. Buiten deze dan, 15 punten, dat was goed. Maar de rest kon nog wat beter. Kun jij het beter? Dat is de vraag. Kan ik het beter? Allicht wel. Maar alleszins bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.